in jezelf? En welke paradoxen zitten er in je rol? Ja, ik begin het steeds interessanter te vinden. En ik zie ze zelf dus overal om me heen, die paradoxen. En dit ook weer, dat ik denk, ja, dit draagt ook weer bij aan de ervaring. Dat is niet leuk, maar misschien daarom ook juist wel ijzersterk. Heel vaak als het moeilijk wordt, gaat het over paradoxale dingen. Dus de kern van paradoxen is voor mij, dat je twee ogenschijnlijk tegengestelde capaciteiten, of krachten, of kwaliteiten, dat je die tegelijk goed doet. Het is niet het een of het ander, het is allebei zo goed mogelijk tegelijk. HR-circle of influence, sta ik echt op de safekist dat elke HR-manager binnen het bedrijf echt in het MT zit. Volledig in het MT, niet eens een keer erbij, maar gewoon standaard met de beslissingen meedoet.